Alexander, 2-0, dat mag je eigenlijk niet weggeven. Ja, nee, we waren goed begonnen in de eerste helft. En dan, ja, in de tweede helft doen ze een goede wissel met twee spitsen. En ja, toen een beetje, denk ik, te gemakkelijk laten weggeven. De eerste helft was nogthans schitterend verlopen en verdiend voor. Ja, sowieso. We hebben goede kansen gecreëerd. En we waren, denk ik, zeker beter. En ja, in de tweede helft, ja, was wat minder van ons, denk ik. Misschien concentratie of zo, ik weet niet precies. Was er ook een gevoel van onzekerheid bij de ploeg binnengeslopen? Bij ons denk ik zeker niet. We spelen eigenlijk zonder druk. En aan de eerste helft te zien waren we zeker niet onzeker. En de tweede helft waren denk ik, we kwamen goed uit de kleedkamer. Maar ja, dus, ja, de tweede helft is natuurlijk altijd anders dan de eerste helft. Dus, ja. In de tweede helft kwamen jullie serieus onder druk. Achteraan was het echt schudden en beven. Ja, het is omdat ze met die twee spitsen kwamen eigenlijk man op man te staan. En we weten de eerste 10 minuten moesten we opletten. Omdat ze goede druk gingen zetten. En ik denk dat we dan, ja, toen hadden we het moeilijk. We vonden niet de juiste ruimte in de rug van hun centraal middenveld. En ja, daardoor kwamen we dan in het probleem van achteren. Voor jezelf was het de eerste keer dat je thuis in de basis stond? Ja, dat was de eerste keer thuis. Ik ben altijd al gestart op verplaatsing. Nu was het de eerste keer thuis. Dus ja. Ben je tevreden van je wedstrijd? De eerste helft was goed. De tweede helft was savant nog, maar iets minder dan de eerste helft. En het laatste kwartier had ik wel wat krampen. En dat maakt het natuurlijk wel wat moeilijker. Nu tegen Anderlecht, dat moet sowieso een wedstrijd zijn. Dan moet je dit kunnen vergeten. Ja, sowieso tegen Anderlecht. Dat is nog iets anders dan tegen Zulte. Dat is eigenlijk de absolute top. Dus ja, dan moeten we terug de kopjes fris. Ik denk dat we morgen een keer goed gaan praten en zo. En de trainer zal onze kopjes wel fris krijgen, denk ik. De sfeer in de kleedkamer was onder nul, mag ik dat zo stellen? Ja, zeker. Ja, na deze match, als je 2-0 voor staat en dan nog verliest, is dat normaal dat de sfeer wat minder is. Maar ik denk dat we morgen daar wel zeker aan uitkomen. Oké, succes nog. Dank u wel. Bedankt.